Daar probeerde net een man in te paren. Okay, ja. is al klaar. En dat is dus niet de man die het hoogste in rang is. Maar die denkt, er is nou een hele hoop commotie. Ja. Nou kan ik wel eens even stiekem een speeddate maken met haar. Oh, wauw. Met het alfa vrouwtje, ja. Zeg maar. Ja. Hey, Noelle hier, jullie videoranger. Superleuk dat je weer kijkt deze week. Ik sta direct al bij dierenzorger Wilco. We staan bij het buitenverblijf van de chimpansees. Dat klopt. En wat staat er te gebeuren op dit moment? Nou, mijn collega's hebben wat voer klaargelegd. In dit geval is dat mais. Nou, je kunt eigenlijk al wel horen dat er een beetje opwinding binnen is. Ja. En het onderwerp eigenlijk waar we het zo over gaan hebben, dat heeft wel een klein beetje met de opwinding rondomheen te maken. Bobby Lee stelde de vraag waarom de chimpansees nooit jongen krijgen. Ik heb hier geen antwoord op. Wilco waarschijnlijk wel. Dus, oh, daar komen ze. En waarom gillen ze zo? Dat is de opwinding, je komt er lekker eten aan. En je ziet het wel, dit is de eerste vrouwtje wat er nou bij is. Dat is de hoogste vrouw in de gang. Die? En, ja, maar zij is niet eens het grootste. Nee. Bij chimpansees gaat het heel erg om politiek. Dus ik heb vriendinnetjes nodig. En als ik met meerdere vriendinnetjes ben en meer vriendjes, dan kan ik zorgen dat ik hoog in de macht ben. Oh, oké. Okay. En dan kan ik dus misschien wel het meeste eten krijgen. En, ja. Ja. En je ziet het gelijk op terug. Een beetje opwinding is er. En welk mannetje is het hoogste in rang? Dat is momenteel de grijze man. Dat is Giambo. Ja. Dat is momenteel de alfaman in de groep. Ja. Nou, hier zie je ook heel mooi dat een mannetje probeert nou te paren met een vrouwtje. Waar? Is, waar? Daar probeerde net een man net te paren. Okay, ja. Is al klaar. En dat is dus niet de man die het hoogste in rang is. Maar die denkt, er is nou een hele hoop commotie. Ja. Nou kan ik wel eens even stiekem een speeddate maken met haar. Oh, wauw. Met het alfa vrouwtje, ja. Zeg maar. Ja. Maar kun je deze vraag beantwoorden? Waarom chimpansees nooit jongen krijgen hier? Nou, momenteel hebben eigenlijk de vrouwtjes een geboortebeperking. Ja. En dat is vanwege de reden omdat we Europees gezien willen met raszuivere dieren gaan fokken. En okay. Bij ons in de dierentuin is de bedoeling dat we met West-Afrikanen gaan fokken. Dit zijn al West-Afrikaanse chimpansees, of niet? Nou, we hebben een aantal dieren die zijn raszuiver. Dus er is DNA onderzocht van de dieren. En dat kan door middel van haren, dus haarwortels. Mm-hmm. Of door middel van bloed. Okay. En dat is vroeger al eens begonnen. Ja. Alleen dat heeft jaren nodig gehad voordat zoiets gaat lopen. En voordat alle dieren getest zijn. En voordat alle onderzoeken ook goed zijn gedaan. Ja. Want in het verleden zijn bijvoorbeeld onderzoeken gedaan. Het bleek één mannetje van ons, dachten ze dat hij niet raszuiver was. Dus die hebben ze destijds gesteriliseerd. Ja. In de vervolgonderzoeken zijn natuurlijk de technieken nog veel beter. Ja. En nu blijkt achteraf dat het mannetje wel toch raszuiver was. Dus die hebben voor 3 jaar geleden is hij eigenlijk hersteld. Mm-hmm. Alleen toen hebben ze nog maar 1 zaadleider hebben ze kunnen aanknopen, om het zo te zeggen. Ja. Alleen helaas, zijn zaad is niet meer op gang gekomen. Oké, hij kan dus geen jongen meer krijgen. Hij kan geen jongen meer krijgen. En nu is het verloop dus zo dat er is momenteel een nieuw mannetje eigenlijk in beeld. Kunnen we die al zien? Die is nog niet in ons park. Oh, okay. Dus vanwege CITES-papieren, vanwege aanvragen, vanwege onderzoeken. En ook de moeilijkheid van een introductie in een chimpansee-groep. Ja. Dat is dus een van de redenen waarom die nog niet hier is. Het is een soort van carousel die gaat lopen. Mm-hmm. Zodra dat mannetje weg is, kan er weer een ander mannetje naar zo'n plek. Hopelijk op korte termijn zal dit mannetje naar ons toe komen. Mm-hmm. Want het mannetje is nu op een leeftijd van bijna 8 jaar. Ja, best wel jong voor een chimpansee. Nou juist, heel goed. Ja. En dat is eigenlijk een leeftijd dat je een mannetje nog in verhouding, gewijs, makkelijk in een groep kan krijgen. Ja. Die ervaringen zijn er. Dus hoe ouder zo'n mannetje is, stel dat hij 15 is, echt een beetje puberleeftijd. Ja. Dan wordt het steeds moeilijker om zo'n dier in een bestaande groep te krijgen. Dus voor ons staat een hele mooie uitdaging als burgers toezijnde. Ja, dus het is sowieso al zeker dat dit mannetje hierheen komt. Ja, dat mannetje gaat zeker. Het is alleen nog niet zeker wanneer. Het tijdsbestek is nog niet helemaal zeker. De papieren zijn al wel rond. Okay. En eigenlijk de CITES-papieren aanvragen en al dat soort dingen er rondomheen is heel veel werk. Ja.
En dat is wel klaar. Dus wij staan eigenlijk als verzorgers wel heel erg te popelen van goh, ja. Wanneer krijgen we groen licht dat die kan komen en precies, kunnen we daar verder mee. Misschien vanaf dat moment kunnen we dus ook weer gaan fokken, jongen krijgen. Ja, nou dat is wel eerst zaak dat die dus helemaal in de groep geïntroduceerd is. Mm-hmm. Want we willen uiteindelijk wel dat de dieren als één groep bij elkaar zitten. En niet dat we subgroepjes krijgen nee. met dit als verblijf. En hopelijk zien onze mannen dat ook zo. Ja. Dat ze zeggen van, goh jongetje, kom maar gezellig bij ons stage lopen, om het zo maar te zeggen. Ja. Dat hij dan hopelijk in de groep kan zijn. Hij hoeft niet eens een alfaman te worden. Want zoals we aan het begin van het filmpje zeiden, mm-hmm. kan er ook gewoon een date ontstaan. Van, goh, ik vind jou leuk, ja. Vind jij mij leuk. Als we even niet opletten, zullen we dan achter dat boompje of achter dat perkje mm-hmm. gezellig doen. Het nieuwe mannetje hoeft dus geen alfamannetje te zijn als hij hier in de groep komt. Maar het kan wel zo zijn dat het ja, hoogste vrouwtje in rang wel voor hem kiest. Dat is een heel belangrijk stukje wat je nu zegt. Want wij kijken inderdaad van mm-hmm. welk vrouwtje zouden we kunnen introduceren. Of welk ja. mannetje. Waar ja. is een klik mee? Dus daar gaan we naar kijken inderdaad. Mm-hmm. Nou, het mooiste zou inderdaad voor ons zijn als we het hoogst geplaatste vrouwtje bij hem kunnen krijgen. Ja. Maar als hij daar een stukje steun van krijgt, wordt de introductie veel en veel makkelijker. Want als zij eigenlijk aangeeft van, goh, ik mag hem wel, of het is een klein beetje mijn vriendje, of, ja. Of ziet hem desnoods nog als zoon of neefje. Mm-hmm. En dat is dus de reden dat jullie hem al heel jong in de groep betrekken. Ja, dat maakt het makkelijker. Je ziet in een heel simpel leven, om het zo te zeggen, mm-hmm. de meeste chimpen worden ouder en ouder. En ja. dat is ook bij ons zo. Alleen wordt nu ondertussen erg van belang dat er ook weer onderaan de piramide inderdaad afvulling komt. Ja. Dus met jonge dieren. En hopelijk kunnen we die in de toekomst laten zien. Ja, precies. Ik wil je heel erg bedanken voor je mooie chimpkennis. Nou, graag gedaan. Wij hopen dat je dit een leuke video vond. Heb je nou vragen over ja, iedere willekeurige apensoort? Laat ze hieronder achter in een comment. Doe een dikke duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zien we je volgende week weer. Doei doei!